Zo'n kerk zoals hier, die heeft zoveel ruimte. Die 30 is een lachertje. Dat lijkt meer op de boel pesten. Mensen... Of de boel redden? Nou, denk ik niet. Geloof ik niet. Waar gelooft u wel in? In een hele hoop. In God. Heeft u bijvoorbeeld het idee dat God dat bepaalt of u corona krijgt? Ja, dat denk ik wel. Ophef in Staphorst afgelopen weekend om 600 kerkgangers. Minister Grapperhaus heeft nu gezegd dat ook kerken zich moeten houden aan de regel van max 30 personen. Maar dit is lastig te handhaven. In de grondwet is namelijk sprake van vrijheid van godsdienst. Oftewel, kerken mogen het alsnog zelf bepalen. Wat gaat er gebeuren als het aan de inwoners van Staphorst ligt? Wat vindt u? Moeten de kerken nu ook, wat Grapperhaus wil, terug naar 30 man qua de regels? Of wordt er een uitzondering gemaakt voor de kerken? Nou, ik vind het een beetje een onzin regel. Ik denk dat de kerken ruimte genoeg hebben, sommige. Kijk, hele kleine kerken mogen die regel gaan hanteren. Ja. Maar zo'n kerk zoals hier, die heeft zoveel ruimte. Die 30 is een lachertje. Okay. We gaan ook naar de winkel en dan zit je al veel meer. Want over hoeveel mensen hebben we het hier? Ik geloof dat hij 2300 plekken heeft. Ja. Dus, en ja. Daar zaten dan 600 man? Ja. Dat heb ik gehoord, ja. Dat is toch best wel behoorlijk bezet. Want dat is dan een vierde. Ja? Wat vinden jullie? Moet men zich nou hier een Staphorst houden aan die 30 man? Of mogen er meer mensen naar binnen in de kerk? Nou, wij houden gewoon 1,5 meter afstand met z'n allen. Ja? Dus 600 is gewoon normaal, toch? Dat kan gewoon. Ja. En hoe zeker weet je dat je dan 1,5 meter afstand houdt? Is het zo'n gigantische kerk? Ja, het is echt een hele grote kerk. Over hoeveel vierkante meter hebben we het? Dat weet ik niet, maar ik kan wel heel veel in ieder geval. Okay. 30, dat is gewoon... Ja, dat lijkt meer op de boel pesten. De boel pesten? Ik denk dat je dan mensen... Of de boel redden? Nou, denk ik niet. Geloof ik niet. Waar gelooft u wel in? In een hele hoop. In God. Waar komt het vandaan eigenlijk? Heeft het, misschien een gekke vraag, maar heeft het er misschien ook een klein beetje mee te maken dat veel gelovigen, die geloven in God. Ja, en ook. Misschien iets minder in de wetenschap en dan denkt men van, joh, weet je, als het mijn tijd is en als God dat wil, dan is dat zo. Dat zal grotendeels wel meespelen dat mensen hier wel vertrouwen op God. Van als ik ziek word, dan moet dat zo wezen. Zit u er ook zo in de wedstrijd? Vertrouwt u op God? Ik vertrouw wel op God, ja. Dus als ik ziek word, dan geloof ik ook wel dat zo is. Maar kijk, ik denk wel dat je... Maar heeft u bijvoorbeeld het idee dat God dat bepaalt of u corona krijgt? Ja, dat denk ik wel. God bepaalt wel mijn leven, dus ook of ik ziek word. Maar ik denk wel dat je het niet op moet zoeken en dat je wel... Hè, je moet ook de overheid gehoorzaam zijn, dat staat ook in de Bijbel. Wat vindt u? Moeten de kerken zich nou ook gaan houden aan die 30 man? Of mag de kerk zelf bepalen hoeveel mensen er dan binnen mogen? Nou, ik werk in de gezondheidszorg. En ik heb een coronacrisis meegemaakt. Ja. 10 mensen in 8, of 8 mensen in 10 dagen overleden. Okay. Dus ik zou er maar aan houden. Snapt u dat de rest van Nederland een beetje een raar bijsmaakje ervan kreeg? Dat iedereen zich zo aan de maatregelen moet houden en jullie, doe gewoon je ding. Ja, dat kan me wel goed voorstellen. Dat dan, en het is natuurlijk wel jammer dat Staphorst dan natuurlijk daar weer bovenuit steekt. Omdat in heel Nederland gaan de kerken open. Maar bijvoorbeeld de Kuip in Rotterdam, stadion van Feyenoord. Ja, daar kunnen tienduizenden mensen in en daar mag ook niemand naar binnen. Nee, dat blijft ook lastig. Als je gaat zeggen, oké, de voetbalstadions mogen niet, dus we gaan gelijk de kerken ook maar niet meer doen. Ik weet niet of dat zin heeft. Ik denk dat de mensen minder gemotiveerd worden. Nee, maar mevrouw, in een maatschappij is het toch zo gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, dus... maar dat kan toch helemaal niet? Hoezo? Als het voor een voetbalstadion geldt, dan geldt het toch ook voor een kerk? Ik vind dat vrij logisch, hoor. Nou, ik vind zeker dat er regels kunnen gelden, maar ik vind in verhouding... Vindt u dat, omdat het hier gaat om een geloof, om een godsdienst, dat voorrang moet krijgen boven bijvoorbeeld de horeca of wat dan ook? Dat is een economisch belang boven een meer psychisch belang eigenlijk. Mm-hmm. Maar wat vindt u? Ik vind vrijheid van godsdienst en daarmee samenhangend eigenlijk ook een heleboel andere vrijheden. Mm-hmm. Misschien wel belangrijker dan inderdaad... Een econoom, maar ik vind de horeca hoeft ook niet helemaal aan banden gelegd te worden. Ik hoor u een beetje twijfelen. En volgens mij is dat omdat u zelf ook wel voelt dat wat nee, u zegt... Nee, ik voel dat er aan de grondrechten getornd wordt. Bent u bang voor heel veel coronabesmettingen nu, na afgelopen weekend? Nee, helemaal niet. Als je gewoon nog nooit in de kerk bent geweest en dan helemaal niet in de Stapskerk, bemoei dan ook gewoon even niet ermee.